basis tot en met VWO. En dat voor 1075 kinderen. Het belangrijkste wat we willen is eigenlijk dat we al die kinderen hier in de regio zo goed mogelijk kunnen bedienen. Sterke basis? Sterke basis. Daar zijn we nu druk mee bezig. En zeker in het kader van passend onderwijs denken wij dat je vanuit de basis moet gaan werken. Dat betekent dat wij voor de lessen voor een bepaalde lesstructuur gekozen hebben. Ja. En die lesstructuur die zou heel herkenbaar moeten zijn voor de kinderen, voor de leerlingen. De les begint met het welkom heten van de leerlingen, even contact maken met de kinderen. Vervolgens gaat de lesdeel gaat beginnen en wordt er een terugblik, wordt er voorkennis geactiveerd. En is het ook zo dat wij de leerkrachten, de leraren graag willen laten werken met een instructie voor zelfwerken. Dus wat gaan we doen, hoe ga je dat doen, hoe lang ga je dat doen, wat doe je als je klaar bent en hoe kun je bijvoorbeeld vragen om hulp. Nou, wat wij daarin uitgediept hebben is dat wij bijvoorbeeld gemerkt hebben dat leraren willen het zien. Wat is dat dan? Wij hebben een studiewijzer, een kijkwijzer gemaakt waarin we de belangrijkste punten van het directe instructiemodel van de HPC-les op papier hebben gezet. En we hebben collega's uitgedaagd om bij elkaar in lessen te gaan kijken. Aan de hand van de kijkwijzer kunnen zij dus ook met elkaar in gesprek en kunnen ze elkaar sterke punten en ook wat aandachtspunten formuleren. En daar kunnen collega's mee verder. Nou, tot voor kort zei je eigenlijk bij kinderen die niet echt mee kunnen komen, die zetten we dan maar buiten de les. En dan proberen we buiten de les met allerlei deskundigen en logen die kinderen weer wat bij te spijkeren in de hoop dat ze dan weer terug kunnen in de klas. Nu hebben we er echt voor gekozen, als je die basis op orde wil hebben en die lat iets omhoog, dan dat wil je dat ook bij je collega's zien. Dus we hebben ervoor gekozen dat die tweedelijns begeleiders veel meer in lessen komen om te observeren wat kinderen doen en wat het gedrag van de docent daarop is. En die docent krijgt vervolgens advies van die tweede lijner om op een goede manier om te kunnen gaan met die leerling. En daarmee hoop je dus ook dat je net even iets beter wordt en die leerling iets beter kunt bedienen in de lessituatie. Je kunt, doordat je deze structuur hanteert, heb je ook je doelen helder. Want die moet je formuleren. Je moet erop terug kunnen komen. Je begint je les, je hebt je lesdeel en je sluit je les af. Nou, helderder kan niet. En zo bouw je ook voort. Het lijkt soms wel eens een beetje saai, alles hetzelfde. Terwijl ik juist denk dat je binnen die les nog zoveel ruimte hebt, binnen die structuur, om creatief te zijn. Om je eigen invulling te geven. Het bij elkaar in de lessen zijn, dat is nu heel gewoon. En wordt zelfs gewaardeerd. Het bij elkaar in de les kijken vult aan bij een vraag die je toch hebt. Want wij merken dat collega's wel heel graag willen leren. Wij willen allemaal beter worden en daar hebben we elkaar zo bij nodig. En wat is nou eenvoudiger dan elkaar eens uitnodigen in de les? Kom eens bij me zitten en geef mij nou eens feedback. Nou, ik denk één, dat er heel duidelijk meer rust in de school is gekomen. Ik denk dat de kwaliteit van de lessen omhoog is gegaan. Ik denk dat, ja, daar ben ik wel een beetje trots op, maar ik weet niet precies of dat mee te maken heeft, dat we het afgelopen jaar ook een sterke aanmeldingsgroei hebben gezien van 20%. Ja, dat is toch ook leuk om te ervaren. Of 1 en 1, 2 is, weet ik niet, maar het is wel plezierig. Ik zei in het begin ook, we worden geen specialistenschool. Dat gaat niet. Maar door de structuur en helderheid te creëren in je organisatie en daar die lat, de boel op orde, lat omhoog, dus ook met je scholingsbeleid daar opgericht zijn, verwacht ik, is onze wens, en dat gaan we ook halen, dat we beter worden. En daardoor meer kinderen uit de regio kunnen begeleiden. En jullie gaan nu een les zien aan MAVO tweedejaars. En dit is altijd ter voorbereiding van de les, waarbij ik zeg maar de HPC-les, de structuur, op het whiteboard zet. Zodat de leerling precies weet wat er gaat gebeuren tijdens de les. En het is ook voor mij een houvast voor de lesplanning. Als eerste ga ik de leerlingen ontvangen. Goedemiddag. Ik sta altijd bij de deur om de leerlingen eerst te begroeten, te ontvangen. Dan loop ik even een rondje door het lokaal. En dan vervolgens beginnen wij centraal. Daarna heb ik de rol van presentator. Dat betekent dat ik dus eigenlijk deze les ga presenteren aan de leerlingen. Wat kan de leerling verwachten deze les? Wat gaan we doen? En vervolgens neem ik de rol aan als didacticus. Waarbij ik dus verschillende economische theorieën ga uitleggen aan de leerlingen.
En vervolgens volgt er een instructie waarbij de leerlingen zelf aan het werk gaan. Wat gaan we dan doen? Eerst ga ik even kijken naar wat weten jullie al over het onderwerp. Er volgt een korte inleiding. Welkom. Mensen, gezondheid en Engels. Ik ben daarnaast coördinator voor de BBL-afdeling, leerjaar 1 tot en met 4. En ik ben zorgcoördinator. Het ziet er ontzettend goed uit. Ben ook, op een gegeven moment was ik echt jaloers. Ik denk, wauw. Nou, dankjewel. Ja. Zal ik even met jou het formulier doornemen wat ik heb opgenomen? De didacticus, het lesdeel zelf. Ja, nou ja, je ziet al, ik heb overal ja ingevuld. Je bent heel helder in je uitleg, in wat je van de leerlingen verwacht. In je presentatie zelf van de lesstof. Het terugkoppelen, dat de terugblik was minimaal en wat er geleerd is, was gewoon geen tijd meer voor. Jij houdt gewoon je volume zoals je je volume houdt. Of hebt, zeg maar. En dat zorgt wel voor heel veel rust. Ja, nou, dus leuk dat vind om ik te echt horen. Een compliment. Nou, ik ga deze bewaren. Ja. Hartstikke fijn, dankjewel. Ja. Ik was hier op het verzoek van mijn collega Sven Hartman. Nee, het is zeker niet de bedoeling dat er een dossier gevormd gaat worden. Het is echt puur bedoeld om te leren van elkaar. Ja. Dat is de insteek.